Hans Koolmees, je bent innovation architect bij Albert Heijn. Klopt. Laten we daar maar eens beginnen. Wat doet een innovation architect? Nou, eigenlijk, het is een benaming. En ondertussen zijn we alweer twee benamingen verder. Maar wat ik vooral doe, is concepten proberen te ontwikkelen. De allereerste basis daarvan uit te zoeken. En die dan uiteindelijk ook in de praktijk te toetsen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld iets wat ik gedaan heb en wat ook in de pers is geweest. Betalen met je vingerafdruk. Helemaal het concept uiteindelijk uit een ander land gehaald. Dus een keer aangepast aan de Nederlandse situatie. Dan de vraag gesteld, is dit ook iets wat toegevoegde waarde levert aan onze klanten. En ook aan ons bedrijf. En dat dan in een korte proef van zeg een paar maanden. Dan uitproberen om te kijken of dat uiteindelijk oplevert wat je hoopt dat het op gaat leveren. Ja, en hoe is het daarmee gegaan met die proef? Met de proef is het op zich heel goed gegaan. 6 maanden. En daarna toch bedacht van nou, dat vergt toch nog wel wat extra werk. Om dat helemaal veilig te krijgen. En ook qua privacy gewoon helemaal dicht te krijgen. Dus het ligt nu eigenlijk een beetje op de plank. En we wachten totdat de condities daar rijp voor zijn. En zoals je ziet is Apple er nu ook alweer mee bezig. Dus het gaat zeker komen. Ja. En wij hebben er wat ervaring dan in. Ja, want voor sommige dingen hoef je dan te denken, nou ja, als zij het ontwikkelen is het zeg maar ook goed. Want dan zorgen wij dat we daarop aanstaan. Ja. Alleen Apple is natuurlijk niet genoeg voor u, dat nee. snap ik. Maar, nee. maar dat kun je dan. Je sluit ook aan op wat anderen doen, et cetera. En je weet wat je wilt bevorderen en wat je niet wilt bevorderen. Ja. Hey, ja. Dit evenement. Jullie zijn een van. Je loopt zelf hier met je portofoon rond. Dus jullie zijn meer dan zeg maar alleen een partij die, die data beschikbaar stelt. Waarom is dit voor jullie interessant? Wij worden sowieso zijn we een van de grootste werkgevers van Nederland. En dat betekent dat wij ook heel veel slimme mensen bij ons in het bedrijf hebben. Ja. Studenten die vakken vullen bij ons. En ons soms overvallen met apps die ze zelf maken. En die best er soms wel heel leuk uitzien. Maar eigenlijk willen we dat tegenhouden. Of tenminste, dat is de allereerste reactie. Maar sommige zijn zo goed. Die eigenlijk zouden we die wel willen adopteren. En we proberen nu eigenlijk het beleid een beetje om te draaien. En in plaats van te zeggen van we willen dat tegenhouden of we willen dat mondjesmaat dan maar oogluikend toestaan. Ja. In plaats daarvan het om te keren zeggen dit zijn mensen die bij ons in het bedrijf werken. En die weten hoe onze processen lopen. En die af en toe het idee hebben dat kan beter. Laat die nu gewoon alle kans krijgen om dat eens een keer uit te werken. En op grond daarvan tot systeemverbeteringen komen. Tot bedrijfsverbetering komen. Dus uiteindelijk zo is het ooit geboren. En we zijn al bezig om zo'n omgeving in te richten. Dat medewerkers uit de winkel mee kunnen denken en oplossingen kunnen maken. En toen kwam dit langs. En toen zeiden we, nou, we hebben ze nu al liggen. Die API's. Ja. Dus, en de API's, waarschijnlijk leg je dat ergens anders wel uit wat dat dan is. Maar zo'n stekkerblok dat eigenlijk alle complexiteit verhult. En in plaats daarvan alleen de data beschikbaar stelt. Zodat je daar leuke dingen mee kunt doen. Ja. Dus het kwam gouden greep. Ja. Maar mooi dat je dat zegt. Dat is echt zo. Jullie hebben zeg maar vakkenvullers die apps bouwen en met ideeën komen. Briljant, jongens. Ik heb voordat dit ging gebeuren, wilden we dit al doen. Dus het stond al op de rol. En in juni heb ik een mini-hackathon gedaan. Ik heb gewoon mensen uit de winkel uitgenodigd van kom vast eens een keer naar het hoofdkantoor. Ga even eens een keer oefenen. Ja, geweldig. En wat daar dan uitkomt. Hele briljante originele ideeën. Die soms gewoon over heggen springen. Die wij gewoon vanuit ons perspectief gewoon denken dat die daar horen te staan. Ja. En een nieuwe kijk op ons bedrijf. Kun je eens een voorbeeld geven? Een hele belangrijke is de layout van de winkel. Waar staat precies de pindakaas? Nou, dat doen we op het ogenblik nog met tekeningen. Maar eigenlijk wil je gewoon een interactief iets, zeg op een tablet. En we hebben daar een soort basisidee voor gegeven. En dat hebben ze verder uitgewerkt in een dag. Hè? Dus in een dag zijn er gewoon een paar slimme jongens gekomen. En die hebben iets heel leuks gedaan. Waarbij je gewoon op dat tablet dan precies stond, zag hoe de winkel eigenlijk ingedeeld hoorde te worden. En hoe je daar op een gegeven moment dan ook veranderingen in aan kon brengen en dergelijke. Ja.
En je zegt in een dag, want dat is natuurlijk het concept van hackathons, in korte tijd met ideeën en soms nog proof of concept ook te komen. Wat zegt eigenlijk de opkomst van die hackathons en die snelheid van het ontwikkelen, wat zegt dat eigenlijk over hoe we hiervoor met z'n allen bezig waren? Ja. Nou, sowieso is de tooling erg veranderd. Het is wel zo dat wat wij vooral aan het doen zijn, is we geven data beschikbaar om daar prachtige nieuwe dingen mee te doen. Het beschikbaar stellen van die data betekent dat je eigenlijk een heel complex systeemomgeving hebt om die data beschikbaar te kunnen stellen. En om die data veilig gewoon continu in beheer te hebben. Dus wat dat betreft, dat gedeelte moet je altijd nog doen. En dat vergt over het algemeen heel veel tijd en heel veel inspanning en heel veel nadenkwerk om dat op een hele structurele en veilige manier te doen. Nee. Wat je vooral wil doen is dat je zegt van nou, die data die hebben we nodig. Wellicht heb je nog wel iets meer nodig. Nou, dan verzin je dat er maar even bij. Maar ga ook eens een keer met die data nieuwe concepten uitwerken. Nou, dus we hebben eigenlijk een soort tweedeling gemaakt tussen het originele denkwerk en het saaie, maar oh zo belangrijke infrastructurele werk om ervoor te zorgen dat die data ook beschikbaar komt. Ja. En welke data kunnen developers hiermee aan de slag van jullie? Wat wij doen is eigenlijk een beetje de standaardgegevens die in elke winkel beschikbaar zijn. Dus producten. Recept hebben erin gezet, kassenbonnetjes, ontdaan van de bonuskaartnummers, winkelgegevens, dus vooral het de tabel artikel of product, pindakaas, is een gigantische hoeveelheid gegevens en die stellen we hier beschikbaar. Ja, want laten we de pindakaas eens noemen. Wat voor soort gegevens zitten daaraan aan vast? Natuurlijk sowieso de standaardgegevens zoals de omschrijving, de kassabonomschrijving, de prijs. Die we overigens wel wat wijzigen, omdat die dan niet voor de concurrentie beschikbaar is. Denk dan ook aan alles rondom promoties. He, dus er zijn een fix aantal artikelen zijn in promotie. Nou, dan kun je heel wat varianten kan je daarin doen. Allergieën. We hebben een voorbeeld allergie erin gestopt. Om daar wellicht wat mee te kunnen doen. We hebben een prachtig concept over beschikbaarheid in de winkel. Ja, want wij willen eigenlijk dat onze winkel just in time werkt. En dat betekent dat eigenlijk wat op het schap zit willen we verkopen. We gaan eigenlijk heel weinig meer in het magazijn neerzetten. Geen voorraden, zo min mogelijk. Voorraad. Betekent dat je gewoon ontzettend keen moet zijn dat die voorraad in orde is. Nou, er kan best wel eens een keer een calculerend burger langsgekomen zijn die er wat uit heeft weggehaald. Er kan wel eens een keer een fout zijn opgereden. Dus we moeten erg opletten op hoe de winkel erbij staat. Nou, daar hebben we nu een app voor ontwikkeld. Waarin wij ook allerlei analyses doen over waarom er wellicht een probleem is en geven er ook een advies over. Ja, dat is nu in zo'n API gestopt. En dat betekent dus dat je met die API eigenlijk allerlei varianten van gebruik kunt voeden. Dus wij zijn op het ogenblik ook aan het kijken of we misschien Google Glass mee kunnen nemen. Nou, dan in je Google Glass kan je knipogen, ik verzin het wel, maar. Ja. En dan scan je het artikel en vervolgens kan er staan. Kijk uit, want hier is iets fout. Tel het artikel opnieuw of iets dergelijks. Dus wearables, Google Glass, mobiele telefoons. Eigenlijk kun je met zo'n API ineens een hele variant, stel varianten van user interfaces, zoals het dan heet, gebruiken en daar die gegevens op zichtbaar maken. En toen jij sprak, of toen jullie spraken met die andere partijen, of toen je de lijst zag van bedrijven die hier aan meededen, kun je eens een voorbeeld geven? Wat dacht je toen zelf, zeg maar? Wat zou het leuk zijn als welke data je aan elkaar kan knopen? Ja, nou dat is. Ik wil me graag laten verrassen. Ja, natuurlijk. Wij zijn zelf ook al iets bedacht. We zijn sowieso met Bol samen. Ja, we zitten in één ruimte, om het maar zo te zeggen. Dus daar kan natuurlijk heel veel gebeuren. En zijn we zelf trouwens als bedrijf ook heel erg bezig om crossbreeds te maken. Ja, dus pick-up points van bol.com artikelen in onze winkel. Maar
met Schiphol. Er staan een paar AH2Go's in Schiphol. Er staat een pick-up point op Schiphol. Dus daar kun je het nodig aan denken. Al onze winkels met al onze locaties staan in de API. Dus als TomTom ergens nodig voor is om van punt A naar punt B op de beste manier te gaan, dan heeft TomTom daar ook een API voor om daarin te kunnen routeren. Soms is het wat lastig. Philips heeft een prachtige lamp waar je signalen naartoe kunt sturen. Nou, laat maar gebeuren. Ik heb hem nog niet zo gezien, maar wellicht. Want dat is wel het aardige. 99,9% van de hele slimme mensen in de wereld, die werken niet voor ons. En nu ineens komen die overal vandaan en kijken op een heel andere manier naar deze omgeving. En ze gaan ons geheid verrassen. Ja, ja en dat, hè, want dat, is, dat zeg je mooi. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je breidt je, zeg maar, je research en development afdeling eigenlijk in een dag enorm uit. Dat en sowieso heb je natuurlijk dat de link met de samenleving een stuk eenvoudiger is gemaakt. Mensen die er op een andere manier tegenaan kijken, wat misschien wij vanuit onze Ivoren Toren niet gezien hebben, die zien ineens dat het op een andere manier ook kan. Ja. Hey, en zitten er voor jullie als bedrijf ook risico's, gevaren aan? Tuurlijk. Ja, er zijn eigenlijk twee soorten gevaren. De ene is privacy van klanten en medewerkers. Dus daar hebben we echt heel erg veel zorg aan besteed. En heb ik ook zorg aan moeten besteden om dat voor elkaar te krijgen. Dus het is, op het ogenblik is alle data anoniem. Wellicht, en als dat er onderzoek nodig is waar we zeggen van we willen graag toch combinaties kunnen maken, dan moeten we dat op zo'n manier doen dat die anonimiteit toch gewaarborgd blijft. Dat is één. En het tweede, gewoon bedrijfsbelang. We zijn geen overheid waar op een gegeven moment belastingbetalers eigenlijk die overheid tot een open instituut horen te maken. Ja. Wij zijn wel een bedrijf en wij willen wel graag de ramen opengooien, maar dan zo open dat we zelf nog wel controle hebben over hoe dat venster staat. Ja, hey, en als een bedrijf opener maken, dit soort dingen toelaten, dat gaat heel erg over cultuurverandering. Ja. Is dat een belangrijk deel van je functie ook? Dat... Ben je ook, is evangelist ook een onderdeel van je werk? Dat laat ik graag ook een andere over. Maar het is wel zo dat gewoon door dingen te doen, ben je automatisch ook een evangelist. Want hier moet er dus eigenlijk ook het bewijs geleverd worden dat dit toegevoegde waarde heeft. Ja, dus jij hoopt op mooie voorbeelden ik dit weekend. Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat ook gaat gebeuren. Ja, hey, en ik zei het al, je loopt hier met je portofoon. Bewuste keuze geweest natuurlijk om hier echt actief betrokken bij te zijn. Ja. Waarom wilde je dat? Ik ben de projectmanager vanuit Ahold die dit coördineert. Ja, en die hoort hier. En de projectmanager hoort op de vloer. En iedereen moest wat doen in de samenwerking tussen de 7 partners. En ik heb vooral het legal gedeelte ook tot mij gekregen. En dus de hele inschrijfprocedure met alle privacy aspecten en dergelijke. Die zaten ook in mijn portefeuille. Dus ik heb het aardig druk gehad in de ochtend. Ja. Dus vertel eventjes, want welke legal dingen ben je tegengekomen? Nou, er zijn twee hele belangrijke. De ene zijn de terms and conditions, waarin wij afspreken met de ontwikkelaars wat wel en niet de bedoeling is. En hoe het spel tussen de partijen gespeeld wordt. Dus een hele belangrijke is dat de data is van ons. Die geven we beschikbaar, maar die blijft van ons. Omgekeerd, de creativiteit, de toepassing, is van de ontwikkelaar. En die blijft daar ook eigenaar van. En wanneer wij daar geïnteresseerd in zijn, dan zullen we moeten proberen daar een deal met de ontwikkelaar te maken. Ja. Dus dat is wat vooral in de terms and conditions staat. Nou ja, je hebt op zich te maken met een goede gemeente van ontwikkelaars die daar... Hackers die daar af en toe heel secuur in zijn. Ja. En daar ook heel bewust mee omgaan. Dus dat hebben we ook wel gemerkt. En dat hebben we ook zelf ook heel bewust opgepakt. En uiteindelijk is dat ook allemaal hartstikke goed gegaan. Ook wel discussies nog gezegd. En heel grappig dat terms and conditions, je kent ze zelf wel, waarbij je vinkjes in een app moet geven. En je vinkt en dan ja, kan je ik heb door. Ze nog nooit gelezen, nee. Wij hadden een tafel met terms and conditions. En op een gegeven moment was die tafel gewoon helemaal vol met mensen die eens allemaal aan het lezen waren.
Dus dat is ja, heel goed teken ergens. Nou, en de tweede hele belangrijke is privacy. Ze hebben met elkaar afgesproken dat het absoluut niet mag dat er persoonlijke data in de aanwezig zijn. En ook afspraken gemaakt dat het ook niet mogelijk mag zijn dat anonieme data zo gecombineerd wordt met elkaar dat het toch weer persoonlijk gaat worden. Ja. Nou, en ik ben maar een IT'er. En af en toe heb ik ook in kamers gezeten met juristen die allemaal privacy officers waren. Nou, dat is ook een ervaring. Ja. En ook daar zijn we uitgekomen. Ja. Hey, heb je nog in je bedrijf, mensen moeten duidelijk maken dat hackers ook gewoon liever leuke, creatieve mensen zijn. En niet alleen maar mensen die iets verkeerds willen doen met andermans. Want het woord wordt zo dubbel gebruikt. Ja. Hè? Voor mij is het een soort, ik zeg altijd, zonder die hackers hadden we dit hele internet niet gehad. Zeg maar. Daar kom ik vandaan. Ja. Maar er is natuurlijk ook een heel andere kant van het verhaal. Ja, nou tegenwoordig, als je gaat kijken naar de mensen die hier op de derde zitten. Dat zijn al niet echt hackers meer. Die zitten nog wel met hack de overheid en dergelijke van die searches. Het zijn vooral ontwikkelaars. En het zijn wel ontzettend slimme jongens, dus waarschijnlijk kunnen ze ook heel goed hacken. Ja. Maar het aspect is dus wel op bouwen en creëren van nieuwe mogelijkheden. En niet proberen de security om zeep te helpen. Wat ook trouwens goed is, want liever dat zij het doen als dat... Oké, super. Nou, bedankt. En ik denk dat het twee mooie dagen worden en we gaan zien waar ze mee komen. Dankjewel. Dankjewel.